Ja. Ze jutten elkaar ook allemaal op, hè, die kinderen. En ze weten het allemaal precies, hè. Ik bedoel, een truitje, dat kan geen gewoon t-shirtje zijn van 25 gulden. Nee, er moet een krokodilletje op staan. Of er moet op staan kappa, zoiets. En dan maakt het t-shirtje meteen 6, 7 keer zo duur. Ja, met schoenen is het helemaal vreselijk, hè. Een paar gewone gympies, dat kan niet. Stom, daar worden ze op uitgelachen. Nee, het moet een heel duur merk zijn. Gisteren nog even gaan kijken in zo'n winkel, het merk Nieuw Balans of zoiets. 350 gulden, een paar gympies. Of Nikes, dat kan dan nog net. Dat kan dan mee door. Ja, het wordt helemaal een ramp als je er echt 3 hebt. Hè. Ik heb er 3. Kees is 13, Aad is 15 en Frans is 17. Hier heb ik 3 jaar geleden gekocht. Een paar Nikes, dit zijn dan Nikes, hè, met die streep zo hier. 180 gulden. Daar heeft Frans een jaar opgelopen, daar heeft Aad een jaar mee gedaan. En nou zijn ze op, maar dan heb ik ze nog op de rollerskates van Kees gezet. 180 gulden, ja, 3 jaar geleden kon dat nog wel. Maar nou ben ik een halfjaartje werkeloos. Nou wordt het moeilijk. Ik heb ook gezegd, jongens, papa kan dan niet meer beuren, hoor, die dure dingen. Ja, maar ja, je wilt toch niet dat ze voor gek lopen. Dat ze worden uitgelachen, hè. Dat je het aan de schoenen al kan zien, dat ze worden nagewezen. Dus, nou is Kees morgen jarig. En dan krijgt Kees van mij een paar mooie, nieuwe Nikes. Dat wil zeggen, ik ben naar de HEMA gegaan. Daar heb ik een paar gympies gekocht voor 50 gulden. Nou, en met een plaatje plakplastic maak ik daar mooie Nikes van. Ja. Ik heb het wel een beetje warm gemaakt, hoor. Ik heb een beetje geholpen, hè. Ik heb tegen Kees al vorige week gezegd. Ik heb gezegd, Kees, dacht jij dat jij van die hele dure Nikes krijgt? Die krijg jij niet, jongen. Die zijn veel te mooi voor jou. Die krijg jij niet. Dan is de verrassing morgen het grootste, hè. Zo. Nou, nog even hier afknippen, dat moet. Anders zijn het geen Nikes. Zo. Nou, kijk eens even. Hé? Hé? Zijn dit Nikes of niet? Hé? Ja. Ik hoop maar dat hij het niet meteen doorheeft morgen. Kijk, als hij ze aanhoudt naar school, dan zit ik goed. Ik zal het hem wel vertellen, hoor, wat ik heb gedaan. Over 25 jaar of zo, zou ik het zeggen. En dan zegt Kees, oh, papa, ik wist niet dat jullie vroeger zo weinig geld hadden. We liepen allemaal op Nikes. Ja, dat zou mooi zijn.